leuk dat jullie allemaal zijn gekomen. Verstaan jullie mij? Zo. Uit Winterswijk, uit Kotten, uit Bredevoort, uit Aalten. Maar ook uit Zuid-Limburg, Rosmalen, Bergen, Noord-Holland, Leeuwarden, Groningen, van Heinde en Ver. En uit het verre IJzerlo, Hans de Beukelaar van uitgeverij Vagus, hier op het hoekje, die dit aangedurfd om dit boekje uit te geven. Gewaagd stukje, hè? Welkom Hans Peters, mijn neef, leverancier van heel veel informatie over pijpenstelen. En uit Deventer mijn inspirerende en onvermoeibare nicht, Anke. Zonder hun beiden had ik dit boek niet kunnen schrijven. Toen ik slaagde voor mijn eindexamen en van oom Gerard Peters een damespijpje cadeau kreeg, vond ik dat helemaal niet raar. Mijn vader en moeder en mijn zusjes rookten immers ook pijpen. Ik moest er flink uit roken, zei oom Gerard. Want dan zou er een plaatje verschijnen op de porseleinen pijpenkop. Ik heb zijn raad opgevolgd en de pijp flink gestookt. En inderdaad, er verscheen een plaatje op de pijpenkop. Een vogeltje. Het was me gelukt. Toen ik een jaar of 10 was, bracht oom Willem Peters voor mijn zusje Mathilde en mij een kinderwandelstokje mee. In vroeger tijd werden de handvaten van wandelstokken van buffelhoorn gemaakt, maar dit waren wandelstokjes van bamboe, een oranje en een groen geverfde. Geen enkel kind in de straat had zo'n wandelstokje, maar wij liepen er trots mee heen en weer boven de stoep. Thuis in Winterswijk, waar ik als kind woonde, spaarden wij stuivers en bewaarden die in een doosje met een stevig dekseltje, het stuiverpotje. Ik wist toen niet dat dat een snuifdoosje van hoorn was. Pas veel later realiseerde ik me dat mijn damespijp, mijn kinderwandelstok en het stuiverpotje voortkwamen uit de Aalterse hoornindustrie. Mijn overgrootvader Gerrit Peters was hier in 1863 als hoorndraaier begonnen. En zijn zoon, mijn opa, volgde hem op. Hun belangrijkste product was de lange Duitse pijp. Die kunnen we hierboven in de hoornkamer zien. En hun luidruchtigste product was het seinfluitje van de perronwachter. Eén voor de Hollandse stations en een iets andere voor de Duitse stations. Weten jullie nog hoe zo'n fluitje klinkt? Mag ik dat eens horen? Het Hollandse fluitje. En het Duitse fluitje. Lisa Peters en Lucas Hagen op de zijfluit. Het buffelhoorn importeerden ze uit Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Het is een natuurlijk product, biologisch afbreekbaar. Het bestaat voor het grootste deel uit keratine, hetzelfde materiaal als je haar. Buffelhoorn is mooi van kleur, zwart, bruin, wit, beige. Aanvankelijk werd alleen de punt van de hoorn gebruikt. Die is massief, ofwel gevuld. Later werd ook het holle gedeelte gebruikt voor het maken van kammen. De buffels worden niet gefokt of gedood voor hun hoorns. Buffelhoorn wordt nog steeds gebruikt als hondenfluitje, als slapenstek, omdat hoorn goed tegen zuur kan. Ook hoorn- en prilmonturen zijn helemaal in, sinds de schildpad daar niet meer voor gebruikt mag worden. En vorig jaar las ik in de krant dat prinses Maxima bij een bepaalde gelegenheid een tasje van buffelhoorn bij zich droeg. Aalten is de enige plek in Nederland waar hoornindustrie gevestigd was. Honderden mensen konden er werk
hebben ervan geleefd. Wat machtig ambacht bovendien. Tot mijn grote plezier wil het Aaltjes Museum de herinnering aan de hoornindustrie levend houden. Misschien kan mijn boekje daar een bijdrage aan leveren. Ik hoop dat het hoorn ook bij u in goede handen is, burgemeester Berghoef. Daarom ga ik u als eerste burger van Aalten mijn boek overhandigen. Maar misschien moeten we eerst nog even wachten op het sein tot vertrek. Als ik even mooi natuurlijk zo. Ja, moet u eens even. Ja, het is een uniek stukje geschiedenis en geldt voor een groot deel van de gemeente, althans voor de delen Aalten en Bredevoort natuurlijk. DBW, in het begin wist ik niet zo goed wat dat was, Dutch Button Works. Het bezoek aan de Hoornkamerie zal een en ander zeker begeleiden. Nu met een boekje waar alles in staat. Ik heb begrepen dat u er ook de nodige research voor gepleegd heeft. En dat is op zichzelf heel erg aardig. Fijn dat ik dit boekje in ontvangst mag nemen als eerste. Ik neem aan dat u dus straks ook wat inschrijft of al gedaan heeft. Want dat is voor mij altijd erg belangrijk. Want als ik oud en bibberend in een van de verzorgingshuizen hier zit en ik kijk naar de rijke boekenschat die ik verzameld heb in deze gemeente, dan wil ik graag, oh ja, dat was die buitengewoon gezellige bijeenkomst. Want ik vind het altijd, de sfeer waarin u zit, buitengewoon gezellig. En tegelijkertijd, en dat weet Hans, die heeft er een hekel aan, wel aan dat ik daar erge prijs op stel. Er zijn al heel wat boeken bij jouw uitgeverij verschenen, Hans. En elke keer als ik er eentje in ontvangst mag nemen of er tegenaan loop in de goede zin van het woord, dan wil ik toch graag voor deze uitgeverij, die zo verschrikkelijk veel goed werk in mijn gemeente doet, en wijde omgeving moet ik u zeggen, en ook weer hardcover, geen rommel, Hans, geen rommel, wil ik toch graag voor de schrijfster, voor de research, voor het museum, maar vooral ook voor Hans de Beukelaar, een applaus en een heel kräftig dank.